Dit is het huis aan het Maansteedpad waar vandaag de illegalen vertrekken. Goedendag, kunt u de camera uitdoen alsjeblieft? Het tehuis voor een speciale groep die overal buiten de boot valt. Daar hebben vluchtelingenadvocaten naar de dossiers gekeken. Er is keihard met deze mensen gewerkt. Dit is het laatste plukje wat geen plek heeft. Zonder paspoort, vaak al meer dan 10 jaar in Nederland en vooral zonder perspectief. Ik zit in de situatie dat ik kan niet uitkomen. Ik kan niet terug naar mijn land. Ik kan niet hier blijven. Alles mijn leven in de straat. Ik moet vandaag weg hier. Ik weet niet. 16 jaar bezig met terug een keer. Dat kan toch niet? Er zijn mensen bij die wonen hier al meer dan 15 jaar. Die spreken ook goed Nederlands. Weten precies alles te vinden in Leiden. Die hebben er ook geen enkel belang bij om naar de LVV te gaan. Want laten we eerlijk zijn, de LVV dat is gewoon een scheppen van valse hoop. Maar de vaak eigenwijze gemeenteraad en de wethouder van Leiden volgt nu het Rijksbeleid. We hebben die afspraak gemaakt met het Rijk. En ik geloof er ook niet in dat het nou helpt om dat allemaal uit te stellen. Dit is pijnlijk, maar ooit moeten we het gaan doen. Maar leuk is het zeker niet. Nee. Ja. Ja. Ik blijf erbij dat we in onze maatschappij moeten constateren dat er een groep mensen niet binnen de regels past. Een gedeelte van die groep hebben wij hier in de BBB 5 jaar lang mogen opvangen. En helaas heeft dat in niks geresulteerd, want ze zijn weer terug bij af. Terug bij af, en dat betekent vaak een doelloos leven in de straten van Leiden. We hebben er zin in. De ene sluit en we gaan nu op avontuur. Ga je mee? Ja. Ja, hij gaat. Nou, God zegen. Doeg, doeg. Wat de BBB hier gedaan heeft in 4 jaar, dat kan de LVV in Rotterdam nooit in 4 maanden wel voor elkaar krijgen. Er zijn mensen bij die hebben al meer dan 20 keer een gesprek met hun ambassade gehad. En dat heeft helemaal niets uitgehaald. Als mensen voor 1 of 2 nachten, hè. Als ze straks voor de deur staan bij onze daklozen opvang en zeggen ik heb een bed nodig, dan hebben we een bed voor mensen, maar wel onder de conditie dat ze de dag daarna naar Rotterdam gaan. Dat is geen bed voor lange tijd. Maar niemand hoeft op straat te slapen, maar daarna is de plek waar je dan naartoe gaat wel Rotterdam. Ze gaan weer de straat op, want er is een aantal mensen die wil gewoon niet naar Rotterdam. Ook omdat ze weten dat het totaal geen zin heeft. Ze worden toch niet door hun land opgenomen. Zij willen in Leiden blijven. En ze gaan over straat werken. Bovendien is het ook zo dat die opvang aan de LVV maar 1/2 jaar is. Voor sommige mensen iets langer, hebben ze gezegd, maar in principe 1/2 jaar. Het heeft geen zin.